Ja, laatst is er ook een beter weekend van geweest. Die heb ik ook helemaal gespeeld. Yo, tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe aflevering van For the Gamer. Santien, jij bent wel heel erg Call of Duty fan, heb ik gezien in de aflevering van Gamescom. Ja, ik speel Call of Duty al echt jaren. En daarom heb ik voor jullie allemaal 6 tips die je sowieso moet weten voordat je deze trekker gaat overhalen. Mm-hmm. Geloof me, je gaat hier geen spijt van krijgen. Nou jongens, als eerste tip wat ik sowieso heb, is zorgvuldig je specialist kiezen. Je hebt naast de unieke 6 specialists die we al kennen van Black Ops 3, hebben we nu 2 specialists bij. In Black Ops 4, wat het natuurlijk nog groter maakt. Ik weet dat 1 specialist bijvoorbeeld een schild bij zich heeft, een riot shield, die we vooral van Modern Warfare 2 kennen, waar je achter kan schuilen en gewoon lekker kan schieten erachter. Dat ding is super sterk, die heb ik ook getest op Gamescom. En de andere is dat jij kan healen. Tenminste, het is meer support specialist. Kun je met een apparaatje kun je teammates een boost geven. En daardoor kunnen ze natuurlijk sterker de strijd in. Ik heb sowieso een top 3 waar ik heel erg van hou in Black Ops 4. Dat is namelijk de Ruin, de Seraph en de Tempest. En als jullie dat nou niet weten, de Tempest heeft eigenlijk een soort sniper. Die schiet een elektrische kogel af op iemand. Diegene gaat liggen. Die heeft nog wel de kans om gerevived te worden. Maar die kan door de elektriciteit die omheen is, kan die nog andere enemies om hem heen elektrocuteren en... Doei, enemies. Dus dat is 1. Dat is sowieso heel handig. Dat is echt een passief-agressieve specialist. Daarnaast heb je ook nog de Seraph. Nou ja, die kennen we vooral heel veel van Black Ops 3 ook. Die heeft een handkanon met 6 kogels. En dat ding schiet gewoon in 1 keer iemand dood. Dus in principe moet je wel heel erg goed raken, heel erg gericht zijn. Wil je diegene raken, want het herladen van een kogel duurt ook wel iets langer. Maar nogmaals, heel erg passief-agressief. Best wel handig als jij bijvoorbeeld hardpoint speelt en het doel wil breken. Probeer het enemy team te schieten en ga lekker met je team op hardpoint. Dus ook een heel erg passief-agressieve. Daarnaast heb je ook de Ruin, wat echt een van mijn favorieten is. Want de gamestijl, zeg maar, de speelstijl is iets langzamer. We kunnen natuurlijk nu niet meer thrustjumpen of wallrunnen. Dat is Black Ops 3 heel erg snel gemaakt. Die heeft een grappling hook, waardoor je echt meters naar de andere kant van de map kan. En waardoor je dus ook in enemy territory kan komen. Dus daar hou ik heel van. Ik hou heel erg van fast-paced specialist, fast-paced gameplay. Dus dat is sowieso de 3 die ik zou gaan gebruiken wat betreft specialist. Daarnaast is de gameplay ook een beetje veranderd. Zoals ik al zei, je kunt niet meer thrustjumpen en je kunt ook niet meer wallrunnen wat we kennen van Black Ops 3. Het is eigenlijk gewoon World War 2, alleen dan tussen in de tijdperk van Black Ops 2 en Black Ops 3 in. Dus veel jongere characters hebben we ook allemaal. Wat je ook hebt is de Fog of War voor je radar. Die is wel heel erg handig, want je hebt nu zeg maar een soort ping. Een soort rondje om jezelf heen, bij je minimap. En als die enemies in dat rondje komen, dan zie je ze al best wel heel snel van dichtbij. Dus in principe, als ik loop en ik mis een enemy, zie ik hem nog wel op mijn radar. Kan ik heel snel omdraaien, kan ik hem nog afschieten. Dus dat is eigenlijk een beetje Fog of War. Ja. Daarnaast heb je ook nog de recon specialist, die het wel wat makkelijker maakt voor je. Want die heeft een sensor dart. Die kun je gewoon overal heen schieten. En die geeft ook een soort ping. Of het is eigenlijk een soort portable radar die we kennen. Alleen dan als specialist heeft ook een unieke equipment. Dus dat is heel erg handig. Fog of War is best wel een heel erg chill iets wat erin zit. Daarnaast komt er ook een game mode in Black Ops 4 waar heel veel mensen op wachten, wat heel erg populair is dit jaar. Dat is namelijk een Battle Royale game mode. Nice, een beetje zoals Fortnite. Of, Ja, een beetje zoals Fortnite is inderdaad. Het is een Battle Royale modus. Het heet Blackout. Tot zover kunnen er volgens mij 80 mensen in het potje waar je eigenlijk het liefst 100 mensen hebt. Want het is best wel een grote map. Kom je sneller mensen tegen. Laatst is er ook een beter weekend van geweest. Die heb ik ook helemaal kapot gespeeld. Heel erg genoten ervan. Super top. Ja, tuurlijk. Ik ga alles kapot spelen van Call of Duty. Wat wel anders is met Blackout, en dat is eigenlijk een beetje anders dan Fortnite, niet heel veel anders dan PUBG, is bijvoorbeeld dat je quads kan gebruiken, je kunt helikopters kun je gebruiken, je kunt zelfs boten gebruiken. En wanneer jouw helikopter ontploft, kun jij, dan ga je niet dood, dan kun je dan overleven door een soort wingsuit. Ken je die wingsuits? Ja. Een beetje als zo'n eekhoorntje of zo. Precies, zo... Die zijn echt heel cool. Echt super vet. Nice. Je kunt ook als characters van de vorige Call of Duty spelen. Nee. Dus we kennen het natuurlijk van zombies. Kennen we natuurlijk gericht over Dempsey, Takio. En die Rus weet ik eventjes niet meer uit mijn hoofd. Nikolai. Daarmee kun je ook spelen. Dat zijn de meest gewilde characters eigenlijk zowat die we kunnen gebruiken. Ja. Want we houden natuurlijk van zombies. Trek is daar super goed in. Oh, maar ook bijvoorbeeld van Modern Warfare 2, Captain Price. Heel veel mensen die we zijn tegengekomen tijdens de storylines van Call of Duty. Dus dat is sowieso super vet. Heel erg goed gedaan. Ik kan niet wachten totdat ik dat kan spelen wanneer de echte game uit is. Klinkt wel echt heel tof inderdaad. Ik hou er heel erg veel van. Daarnaast hebben we geen klassieke campaign mode meer. Dat is wel jammer.
Want ik hield wel eigenlijk van de campaign van Call of Duty. Wat betreft hun storyline zijn ze heel erg goed in. Ik heb heel erg vooral genoten van de Black Ops 1 en de Black Ops 2 storylines. Ja. Super chill. Super veel tijd ook in gehad. Ja. Vooral Black Ops 1, want dan had je echt dat hele spacey-achtige storyline gevoel. Heel erg raar, maar heel erg vet. Uh-huh. Even kijken. Volgens mij is daarom dat de campaign uit is. Dat komt omdat de Battle Royale modus er nu in zit. Daar willen ze heel erg op focussen. Is natuurlijk de genre van het jaar. Ja. Knallen. Daarna hebben we ook nog een gloednieuw verhaal van zombies. Waar ik heel erg fan van ben, want ik hou van het verhaal van de Black Ops series. Mm. Met onze vier characters die ik net al had benoemd. We hebben ook voor het eerst volgens mij 3 zombie maps die we kunnen gaan spelen bij release. Dus dat is sowieso echt gigantisch vet. Ik ben ook heel benieuwd, want je zag in de trailer dat ze heel veel magie hebben. En het wordt heel vreemd, maar ik denk wel dat ze heel erg goed omgaan straks met de storyline. En ik hoop een beetje stiekem dat ze toch weer de oude characters gaan terugbrengen. Ja, een beetje nostalgie erin. Ja, dat het toch wel een soort connectie is tussen toen en nu. Dan hebben we ook nog 4 oude maps die gaan terugkomen in Black Ops 4. Ja. Die zijn namelijk van Black Ops 1 en Black Ops 2. Mm-hmm. Dat zijn Slums, Summit, Firing Range en Jungle. Jungle van Black Ops 1 en Slums van Black Ops 1. En dan hebben we Summit en Firing Range van Black Ops 2. Dus dat is echt super dope. Ja, ik kan niet wachten. Het is allemaal nostalgie dat terug gaat komen. Jullie gaan echt genieten van deze Call of Duty. Ja, ik ben ook echt helemaal overtuigd inderdaad. Ik begin ook gewoon zin in te krijgen inderdaad. Hoe enthousiast jij erover praat. Heel tof. Guys, laat ook vooral in de comments hieronder achter wat jouw favoriete deel in de Black Ops reeks was. Wat was jouw favoriete deel? Mijn deel is toch echt Black Ops 2. Ja, Black Ops 2? Ja, super dope. Als je met Santien eens bent, laat het even weten in de comments hieronder. Doe ook even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. Klik ook eventjes dat belletje aan voor de notifications. En dan zien we jullie gewoon weer in de volgende video. Later. Bye!